We willen uitzien naar nieuwe dingen. Dankjewel, Amen Hoek. Want God wil nieuwe dingen doen in het jaar 2015. En het mooie van is dat wij geloof voor hebben. Alleen de nieuwe dingen gaan komen. Zeker weten. Onder Gods voorwaarden. Maar de Heer heeft voorwaarden gesteld om deel te hebben aan die nieuwe dingen. Die komen niet zomaar met bepaalde kreten die we zouden willen uiten en die soms goed zijn dat wij die uitspraken doen, want er is kracht in de tong van een mens. Er is kracht bij als wij bepaalde woorden van God in onze mond nemen. Dat wil zeggen belijden. Niet zomaar belijden, maar belijden in de gezindheid van Christus. En ik wil dan in mijn korte toespraak, want ik denk, mij is verstandig geworden om korter te prediken dan vorig jaar. Niet zo lang meer langdradig te zijn. Maar korter te prediken. Wil ik daarin aanhalen. Wat die voorwaarden zijn om die nieuwe dingen te zien werken in ons leven. In ons maatschappelijk leven en in ons geestelijk leven en in ons gemeenteleven. En ik wil daartoe lezen uit het woord Jesaja 43, vers 18. En daar staat geschreven tot vers 20, 18 tot 20. Denk niet. Als u gevonden hebt, denk niet aan hetgeen vroeger gebeurde. Dat is een opdracht. Dat is een voorwaarde. Denk niet aan hetgeen vroeger gebeurde. Dat is het eerste. En let niet op wat altijd in het verleden, altijd is verre verleden. Vroeger kan je zeggen is dichterbij, maar altijd oud. Iemand die oud is, die is al heel lang geleden geboren. Ja? Oké. Okay. Denk niet en let niet op wat altijd geschied is. Let er niet op. Twee dingen. Denk niet aan wat vroeger gebeurd is. En twee, let niet op. Als er staat let niet op, dan wordt daarbij bepaald, laat je niet door intimideren. Laat het oude wat gebeurd is, niet jouw leven in problemen brengen. Het goede wat je voor hebt, verpesten. Dan zegt de Bijbel, zegt de Heer, de Heerscharen, zie, ik maak iets nieuws. Nu zal het uitspruiten. Met andere woorden, als wij voldoen aan deze voorwaarden, denk niet aan hetgeen vroeger gebeurde. 1. En 2. Let niet op wat heel lang geleden, altijd geschied is. Ja? Dan ga ik iets nieuws doen en gaat spoedig zichtbaar zijn. Ik bedoel het nieuwe.
is hij iets van lange adem. Maar heel snel. Er staat hier, nu zal het geschieden. Nu zal het uitspruiten. Ja. Zie je, investeert in jouw denken. Ontdenken wordt vernieuwd. Want het denken bepaalt hoe wij staan voor de dingen. Hoeveel mensen ontwikkelen hun denken alleen maar met negatieve dingen? Ja. Dingen die verkeerd gegaan zijn in hun leven. En zijn daarmee constant mee bezig. Hun hoofd is vertroebeld. Door het denken aan de dingen die vroeger altijd gebeurd zijn. Hun hoofd is vol met die dingen. Ze hebben bepaalde bolwerken gemaakt in hun hoofd. Want bolwerken, de dingen die ons moeilijk maken, die worden niet gemaakt uit ons hart. Maar in ons hoofd. Wij denken aan die dingen. We zijn steeds bezig mee. Er hoeft maar een klein ding te gebeuren en het oude komt weer naar boven. Is in ons denken, in ons hoofd. Ons hoofd is in problemen gekomen. Doordat het verleden ons zo beïnvloedt. Maar de Bijbel geeft ons een antwoord om nieuwe dingen te zien gebeuren. Iets nieuws. Desnoods maar één nieuw ding. Iets nieuws. Dat nieuw ding is van veel meer impact op ons leven. Dan al die negatieve dingen. Die vele toestanden, drie standen, vier standen in ons leven gebeurd zijn. Daar zegt de Heer, ik doe iets nieuws. En voor ik verder ga, er staat ook, zul je geen acht op slaan. Zie, we worden zoveel beïnvloed door het negatieve verleden, dat wij geen tijd hebben of ruimte hebben om te zien de nieuwe dingen die God voor ons doet. Dus al doet de Heer iets nieuws voor ons, soms kleine dingen, maar zijn krachtig. Iets nieuws is krachtig. Het oude, negatieve verleden dood en brengt ons in problemen. Maar de Heer zegt, we moeten er acht slaan op de nieuwe dingen. Iets nieuws. Nieuwe dingen. Die de Heer voor ons doet. Wij moeten het zien. We moeten aan denken. En ophouden te denken. Aan al die negatieve dingen. Hebben plaatsgevonden. Dat nieuwe ding moet de plaats daarvan innemen. Oké. Dus ik kom tot het volgende. Eerst. Het omgaan met het verleden. Het negatieve verleden. Of het positieve verleden. Maar met het verleden. Bepaalt de kracht en de zwakte van de gelovigen in het dagelijks leven. Hoe je mee omgaat, bepaalt jouw kracht. Als je steeds aan het verleden denkt, het negatieve verleden denkt, ga je zwak zijn.
Je wil naar boven klauteren. Je wil omhoog gaan. Je wordt weer naar beneden getrokken. Je gaat één stap vooruit. Je wordt twee stappen teruggetrokken. Je gaat één stap vooruit. Halleluja. Je gaat drie stappen achteruit. Prijs je debris. Prijs de tegenstander. Dus onze kracht of zwakte wordt bepaald in hoe wij in het dagelijks leven omgaan met het verleden. Ten tweede, het omgaan met het verleden bepaalt de kracht van de werking van de Heilige Geest in ons leven. Dus laat je het verleden in je leven de boventoon voeren. Moet je steeds weer aan terugdenken. Moet je steeds weer over dromen. Ben je steeds weer over bezig. Praat je steeds weer over. Dan verdwijnt in je leven de werking van de Heilige Geest. Maar als je het nu in je leven toelaat, dan ben je om te gaan met het werk van de Geest in jouw leven. Ten derde. Ik ben bijna klaar met de preek. Ten derde, nu al ja. Dat is 2015 stijl. Er komt altijd een bakcis erbij. Een toegift. Hoe wij omgaan met het verleden maakt ons een overwinnaar of verliezer. En laat ons beseffen, gelovigen, het negatieve verleden heeft in het denken van de mens heel veel kapot gemaakt. Maar als je weet om te gaan met jouw denken, is heel bijzonder. Daarom zegt het woord twee dingen. Denk niet aan wat vroeger gebeurde. Is een opdracht? Is een bevel? Nee, is een aanwijzing. Het is geen bevel. Sorry. Is geen opdracht. Maar een aanwijzing. Dat je moet stoppen. Kappen ermee. Om te denken aan het verleden. Het negatieve verleden. Dat eist veel van ons. Ja, heel veel. Vraag veel van ons. Het negatieve verleden. Heel veel energie. Slapeloze nachten. Enzovoort. Wat in onze gedachten worden bolwerken gevormd. Kunnen bolwerken gevormd worden. Zoals boosheid. Iemand die aan negatieve dingen denkt, die gebeurt in je leven, heeft een boosheid in zich. Woede. Wraak. Verdriet. Teleurstellingen. Dat zijn allemaal ingrediënten van het negatieve verleden. Als je daaraan denkt. Het denken alleen beïnvloedt ons gedrag. Het denken alleen brengt ons in problemen. Als je mee bezig bent met de dingen van vroeger, dan voel je gestrest, gefrustreerd en noem maar op. Daarom ons advies van de Heilige Geest is, denk niet aan wat vroeger gebeurde. En ten tweede, let niet op wat al lang geleden gebeurd is. Hoeveel mensen zitten er nog mee
met dingen die lang geleden gebeurd zijn. Ze komen niet aan toe om te dromen over een mooie toekomst. Ze wordt alleen maar overstroomd met dromen over het verleden. Het negatieve verleden. En worden belemmerd om nieuwe plannen te maken. Er komt niets uit ons. We hebben geen tijd voor nieuwe dingen. We denken alleen maar aan oude dingen die ons pijn gedaan hebben. Daarom moeten we er niet op letten. Let er niet op. En het kan. Ik hoop straks een voorbeeld te geven hoe u dat kunt overwinnen. Dat is heel eenvoudig. Maar God roept ons op door zijn genade. Om niet bezig te zijn met negatieve dingen die al gebeurd zijn. Ze waren niet leuk. Misschien dramatisch. Maar het is voorbij. Is voorbij. Is gebeurd. Ja? Ga een voorbeeld aan. Als ik een broeder, gisteren heb ik niet gedaan, maar de mannen ontbijt, was heel lekker eten. Heel veel eten. Ook flensjes. En ook Amerikaanse pannenkoek. En ook bakkeljauw. Wat een combinatie. Ook bakkeljauw. En geen pom. En salm. Was heerlijk. Maar stel dat ik gisteren, na het eten, ben je sterker, een broeder een klap had verkocht. En ik kom vandaag in de kerk. En ik heb me zo spijt van wat ik gedaan heb. Ik heb de broeder een excuus aangeboden. Ik heb nog spijt van wat ik gedaan heb. Oké, is het feit. Je hebt hem een klap verkocht gisteren. Je kan niet terugdraaien. Je hebt hem een klap gegeven. Je hebt een man in Suriname, hij was een parlementariër. En die man had iets ruws gezegd in het parlement. Is echt gebeurd. Toen zei de voorzitter, meneer, neem die woorden terug. En die man zei, ja, maar ik heb het al gezegd. Ik heb het al gezegd. Dan kan je niet terugdraaien. Maar je hoeft niet meer aan te denken. Loslaten. Let niet op wat altijd gebeurd is. Denk niet aan wat vroeger gebeurde. Er is een kracht daarin verscholen. En laat me dit ook zeggen aan u. Als je iets nieuws wil hebben in je leven. Je wil voorspoed hebben. Je wil nieuwe dingen zien. Je wil een wonder van God in je leven hebben. Oké. Dat is geweldig. Dat is fantastisch. Dan moet je beginnen. Om niet te denken aan het verleden. En ten tweede niet te letten op wat vroeger gebeurd is. Dat zijn de voorwaarden voor iets nieuws. Als wij dat niet doen, zullen er geen nieuwe dingen in ons leven gebeuren en plaatsvinden. Dan, alhoewel het een aanwijzing is, kan je liever als een gebod accepteren. Door te weigeren, te denken aan de negatieve dingen in je leven. Want dat maakt je ziek. Dat breng je in problemen. Dat maakt je boos. Je kijkt naar die broeder.
Die broeder heet Stanley. Hij heeft in het verleden iets verkeerds gedaan. Als je hem niet ziet, niks aan de hand. Maar als je hem ziet, word je boos. Want je denkt aan een negatieve verleden. Zodra je hem ziet, denk je, oh ja, oh ja, oh ja, oh ja. Maar als je niet meer denkt aan het negatieve verleden, dan krijg je een nieuwe kans in je leven. Ja. Als je dat niet doet, kan een nieuwe kans in je leven geen sprake van zijn. Denk niet aan hetgeen gebeurd is. Iets nieuws wil de Heer doen in je leven. Dank u, Jezus. De Heer zei tot die mensen: niemand die de hand aan de ploeg slaat en ziet naar hetgeen achter hem ligt, is geschikt voor het koninkrijk van God. Dus iedereen die zich bezighoudt met het verleden, het negatieve verleden, kan de zegeningen van het koninkrijk van God niet hebben in zijn leven. In het boek staat het zo: wie zich laat afhouden van het werk dat ik hem te doen geef, laat je afhouden door het negatieve verleden, is niet geschikt voor het koninkrijk van God. Wie de hand aan de ploeg slaat en achterom blijft kijken, staat MBV, is niet geschikt voor het koninkrijk van God. En zo zie je hoe belangrijk het is dat wij het negatieve verleden overwinnen. Want in je hoofd gebeuren er dingen. Sommige mensen zijn er raar van geworden door dingen die gebeurd zijn. Anderen hebben zelfmoord gepleegd, zijn voor een trein gesprongen. Weer anderen zijn aan drugs verzeild geraakt of aan drank. Door negatieve dingen van het verleden. Weer anderen lopen met zelfmoordplannen rond. Ze plegen geen zelfmoord, maar ze lopen steeds met die plannen rond in hun hoofd. Vanwege het negatieve verleden. Heeft zo'n impact in ons hoofd. Ons hoofd is belangrijk. Hoe wij mee omgaan. Wat wij toelaten in ons hoofd. Oké. Op elk gebied van dit leven. Als je bepaalde dingen in je hoofd toelaat, gaan gekke dingen gebeuren. Je vormt een bolwerk in je hoofd. Zie je, God heeft ons een groot hoofd gegeven, iedereen. Omdat wij het goed gaan gebruiken. En gaan voeden met de dingen van God. En ook met de goede dingen van het leven. Met de leuke dingen gaan voeden. Niet het negatieve verleden. Denk niet eraan. Zie hoe belangrijk het is wat in ons hoofd toelaten. Ook het verkeerd denken van anderen laten we in ons hoofd toe. Het hoeft niet. En heel wat dingen die gebeuren om ons heen. Hebben we mee te maken met mensen in hun hoofd toelaten. Daarom de vraag is: wie is de baas over uw hoofd? Zal ik u zeggen wie de baas over uw hoofd heeft? Dat zijn wij zelf. Wij kunnen dingen toelaten of loslaten. Laat los en je zal losgelaten worden. Wij beslissen dat zelf. Ja? Weet je dat God, de Heilige Geest, heeft invloed over jouw hart.
Maar jij bepaalt. Wij bepalen, u bepaalt, gij bepaalt wat u wil weten. Hoe u zelf wil noemen. Wij bepalen wat wij in ons hoofd toelaten. Daarom zegt het woord. Wij moeten niet denken aan het negatieve verleden. We moeten niet gaan zitten. Oh ja, ik heb toch niks te doen. Er is nog geen tv aan. Ik ga denken. Oh ja, over die broeder wat hij me aangedaan heeft. Over die ex wat hij me aangedaan heeft. Oh zus, oh zo. Ik ga even Cora bellen. Of Nora. Of Fientje bellen. En met Fientje praten wat die man me aangedaan heeft. Ja, ik praat erover. Fientje, heb ik allemaal dingen die gebeurd zijn. Nora, Cora, Koba. Je weet wat die man me gedaan heeft. En zo en zo. En je voedt je hoofd. We hebben zelf invloed over ons hoofd. Daarom zegt de Heer aan ons. Denk niet. Jij moet niet denken aan. Jij moet niet denken aan. Jij moet weigeren te denken aan. Stop ermee. En daar is die man, die zijn vrouw, voor naar het werk gaat, gaf hij haar een duwtje. Mannen geven altijd duwtjes. En die vrouw viel bijna om,